Bloggen is erg in. Veel mensen hebben wat te vertellen en willen dat laten weten. Ze schrijven over hun hobby, reis, passie of wat dan ook. En kunnen dat tegenwoordig eenvoudig publiceren door een tool te gebruiken die net zo werkt als een tekstverwerker. Blogger is de variant van Google en heel bekend en veel gebruikt. In een eerste how-to heb ik laten zien hoe je hiermee een blogpagina instelt en je eerste bericht maakt. In deze how-to het vervolg. Ik ben ingelogd op mijn Google-account en kom via deze manier bij Blogger. Je komt op je persoonlijke pagina met al je blogs. Eventueel kun je hier vandaan een nieuw blog maken. Via deze knop kun je een nieuw bericht maken. Dan kom je weer bij de editor. En kun je weer een bericht schrijven. Rechts kun je labels aan een bericht toevoegen. Je vult deze in met komma's tussen de labels. Bij schema geef je aan wanneer je het bericht wilt plaatsen. Dat hoeft dus niet direct. Met een permalink zorg je ervoor dat de betreffende pagina altijd bereikbaar blijft en niet automatisch wordt gearchiveerd. Ook het commentaar dat bij de betreffende pagina hoort, wordt aan deze pagina gekoppeld. Als er dus vanuit een andere pagina een link naar deze pagina is gemaakt, zorg je er met een permalink voor dat deze pagina toch bereikbaar blijft. Daaronder kun je de locatie opgeven, waar er werd geriskt, bijvoorbeeld. Google wil wel de huidige locatie weten. Bij de opties kun je onder andere aangeven of je reacties wilt toestaan of niet. De pagina's worden automatisch opgeslagen, maar als dat nog niet is gebeurd, kun je het ook zelf doen. Als ik de pagina sluit, zie je dat de pagina in concept is, nog niet gepubliceerd. Als je een bericht wilt verwijderen, selecteer je een bericht en verwijder je dit via de prullenbak. Je kunt een geselecteerde pagina een nieuw label geven via deze knop. Zoals eerder gezegd kun je je schabloon veranderen. Dat doe je hier aan de linkerkant. Bovenaan staat het huidige schabloon dat je gebruikt. Je ziet hoe dit wordt getoond op je live blog en op mobiel. Daaronder staat een groot aantal andere schablonen. Als je op een schabloon klikt, zie je een voorbeeld van jouw blog. Rechts onderin kun je bladeren. Je kunt elke schabloon ook nog aanpassen, maar daar kom ik in een andere how-to op terug. Als je een schabloon wilt gebruiken, klik je op deze knop. Je ziet nu het resultaat met de gekozen schabloon. Tot zover deze how-to over Blogger, meer in een volgende how-to.